Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie heeft de Commissie Maatschappelijke Dienstverlening geïnstalleerd. De werkgroep, die wordt voorgezeten door Dr. Anders Georgine Acton, heeft onder andere als taak professionele begeleiding en nazorg te bieden aan gedetineerden. De installatie heeft op maandag 13 december 2021 plaatsgevonden. Dit is een heel belangrijke commissie en ook de taken welke vervuld moeten worden. Maar ik zie dat het een categorie C-commissie is. Dus waarschijnlijk zal ik toch wel vragen binnen de RVM om ook de financiële aspecten mee te nemen. Omdat het niet zo kan zijn dat we echt de inzet verwachten, maar de vergoeding, de financiële vergoeding moet dan ook naar finance zijn. En dan, daaraan zullen we dan ook werken. Nogmaals, ik weet dat u zware taken te vervullen krijgt, verantwoordelijke taken. Maar ik twijfel er niet aan dat u zich ten volle zult inzetten. En ik wens u dan succes toe bij het invullen van deze taken. Vaker hebben we gesproken met PCS. Het is niet dit moment. Dit hebben we al een aantal keren is dit aan de orde geweest. En een aantal keren is ook nagedacht over de manier waarop wij samen hand in hand kunnen zorgen dat niet alleen binnen die rechtsgang, want we praten nu over de rechtsgang, je noemt ook zittende en staande magistratuur, maar die verantwoordelijkheid begint eigenlijk al daarvoor. Vanaf de aanhouding, maar veel verder voor. De preventie. Dus er zijn een aantal fasen waarin we elkaar moeten kunnen vinden en met elkaar dus hand in hand een aanbod moeten doen aan die samenleving. Er is een groot raakvlak tussen psychiatrie en recht. En dat zeg ik zo in het algemeen. En wij gaan die facetten uitdiepen. Ik zal u een paar voorbeelden noemen. Rapportages pro justitia, de rapportages voor de rechtbank. Maar ook de behandeling van gedetineerden en arrestanten die een psychiatrische stoornis hebben. Ik noem maar twee dingen zo uit de vuist. Maar er is nog heel veel te doen. Als ik denk aan wetten, bestaande regelingen van 1912, waarmee we nog moeten werken. Dus het is een heel breed scala. Daarom noem ik het ook het raakvlak tussen psychiatrie en recht. En ik ben blij dat we dit moment vandaag hebben, dat we eindelijk aan de slag kunnen gaan om dat allemaal in goede banen te leiden. Wat mogen we van de commissie verwachten, meneer Dwarkasim? Ik denk dat we op zeer korte termijn, en dat bedoel ik echt zeer korte termijn weken, al voorstellen zullen doen aan het ministerie, zodat een aantal dingen kunnen beginnen te lopen. Welke voorstellen heeft u zowel? Nou, ik heb een voorgesprek gehad met mevrouw Acton. We zijn al een hele tijd bezig hiermee. En inderdaad, zijn er een aantal concrete projecten, maar het zou niet fair zijn tegenover de minister van Justitie om nu al uitlatingen te doen. Laten we even rustig afwachten. Om even dus erop in te gaan, wat gaat die begeleiding in grote lijnen inhouden dus van de mensen die dus hulpbehoevend zijn? Kijk, dat is maar één facet. Hè. Er zijn veel mensen gedetineerden in de PI's, in de penitentiaire inrichtingen, die ook een psychiatrische stoornis hebben en die begeleiding nodig hebben. De minister zei het ook wel. Ze zijn er niet alleen voor dat repressief wat het ministerie moet doen, insluiten, maar we moeten ze ook resocialiseren en begeleiden in dat traject. En daar staan wij voor.